konden maar niet scoren in de eerste helft, terwijl ik wel vond dat we een paar goede opgelegde kansen kregen. En ja, je weet als je met 1-0 voorkomt in de arena dat we niet snel achter zullen komen of nog gelijk zullen spelen. En daarom was die eerste treffer ook heel belangrijk en daar was ik heel blij mee. 3-0 winnen, jullie hebben daarmee gedaan wat je moest doen. Ja, inderdaad. We moeten gewoon alles blijven winnen om Twente te achtervolgen en ja, daar zijn we goed mee bezig. De bal wou er maar niet in bij onze aanvallers. En, dan moet het van andere linies komen. En, ja, de eerste bal van Demi was perfect en die, ja, die tweede van Louis ook. En, ja, ik stond best wel vrij, dus het was niet zo heel moeilijk om die bal erin te knikken. Deli Blind, hoe was het om in de arena tegen Ajax te spelen? Speciaal. Ja. Verder heb ik eigenlijk geen woorden voor. Heel speciaal voor mij. Ja. Apart gevoel? Ja, zeker. Heel apart gevoel. En, ja, het ook dat het publiek ja, zo voor me ging scanderen, dat kregen we kippenvel van. Dat voelde wel heel goed. Zat Deli Blind wat onrustiger op de bank dan normaal? Nou, ik denk dat Danny ook blij is dat we toch gewonnen. En hij wil natuurlijk ook dat zijn zoon goed speelt. Ja, wij zien dat misschien toch anders. Wij zijn daar wat objectiever tegenover. Maar we hebben dat nou eenmaal besloten dat hij daar ging spelen. Ja, en dat houdt ook in dat hij tegen IJs meedoet. Maar ja, ik ben toch blij dat het zo gelopen is. Deli blij, wij blij, niks aan de hand. Hoe zal je vader op de bank hebben gezeten, denk jij? Dat hij gewoon vol achter Ajax staat natuurlijk. Op dat moment zijn we gewoon vijanden van elkaar. Om maar even grof te zeggen. Of schoon we niet, het was niet sprankelend, maar ik denk dat het gewoon goed was. Zeker als je bedenkt dat we 3 wedstrijden in de benen hebben nu. En zij konden zich heel goed voorbereiden op ons. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk heel, heel tevreden. Wedstrijd voor wedstrijd bekijken en dan hopen dat de andere een steek laat vallen. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Nu moeten we eigenlijk kijken naar Twente en dat hun punten laten liggen en dat wij er overheen vliegen. Ik kijk allemaal naar boven, denk heel Amsterdam, alle spelers, heel de club. Maar ik zeg het, ook de tweede plek is iets waard. Nog 5 wedstrijden. Ja, inderdaad. 5 keer winnen en we zijn kampioen. Want, we blijven gewoon ze achtervolgen en met een ijzeren mentaliteit en we zullen zien waar het schip strandt.